groter is een natuurlijke habitat. TT's uitzoeken. Ik zou, ja. Nou, ik mis hem wel hoor, een beetje af en toe. Heb je er nooit eerder over gehad? Nee, ik wil het maar niet over. We staan hier tussen auto's die allemaal echt enorme bakken brandstof gebruiken. En we dachten, ja, dat is niet Holy Grail. Hè. De Holy Grail is een auto die er heel tof uitziet. Snel is en weinig verbruikt. Ja. Of is dat niet Holy Grail? Nou, ja, nee. Weet ik niet. Misschien. Laat ik, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik kan me voorstellen dat je ernaar gaat zoeken. Ja. En wat zoeken we dan? We zoeken een sportwagen die zuinig is. Ja. Ja. Een soort... tegenstelling. Dus ik ging zoeken op gas. En dat was kansloos. Als je een oude Mustang zoekt, of een oude whatever, als het Amerikaans is, dan vind je dat met gas. Als je coupés en cabrio's zoekt. Voor een budget van, we hebben gezegd, 27.500 euro. We hebben een keer wat te leien deze keer. Goed gedaan. Ja, nou, vakantiegeld binnen. We besparen op onze brandstofkosten dan. Ja. Ja, dat ook. En onderhoud, hè. Ja, veel goedkoper. LPG? Diesel. Diesel, onderhoud goedkoper. Ik weet niet of mensen met diesels met hoge kilometerstand dit met je eens zijn. Nee, dat ook niet. Turbo's, injectoren, roetfilters. Nee, roetfilters halen we eraf. Oh ja, zeker voor je performance diesel. Precies. Er was een tijd dat ik dacht, het gaat eraan komen. We hebben heel lang geruchten gehad over 911's, waar dan toch een diesel misschien wel zou komen. En van die geruchten is altijd een deel waar. Ik weet niet of dat deel van die diesel ook waar was. Maar zouden ze na moeten vragen eigenlijk bij Porsche. Ja, wel interessant. Ik denk dat ze er nu nog niet echt over willen hebben. Of misschien juist wel. En Audi R8 V12 TDI. Ja, hebben ze het ook ooit over gehad. Ja. Ze heeft toch op de autorij gestaan. Ik heb er nog in gezeten volgens mij zelfs. Ja, goeie maar. Ja. Dus zeker vanuit die hoek, maar dat is natuurlijk wel allemaal het Volkswagen-concern, is daar wel lekker mee bezig geweest. Om gewoon, het beste van twee werelden, zeg maar. Reuzenkoppel, laag verbruik, grote actieradius en toch gewoon de performance en de looks in één pakket. Ja, het idee is briljant, maar in de praktijk was er denk ik dan toch niet genoeg vraag naar. Want ze zijn er niet gekomen. Er is niemand geweest, los van jou, die daar op de autorij in die auto ging zitten en zei van, oké, ik wil hem wel. Doe maar. Ja. Maar we hebben wel een categorie auto's die er wel aan voldoet. Ja. Was een sportauto, dat is dan wel dat was ook een hele lastige die ik in dit verhaal... Ik vond het best lastig zoeken. Jij kwam met het idee, sportwagen, diesel, of tenminste sportwagen zuinig. Dus ik ging inderdaad eerst op gas zoeken, maar daar is echt helemaal niks te vinden. Of vrijwel niks. Dus toen ging ik diesel zoeken. Alleen, ik vind dat gewoon heel ingewikkeld. Diesel en sportieve auto combineren, in mijn hoofd vind ik dat al lastig, zeg maar. En dan, als je echt sportwagen, dat is dan voor mijn gevoel toch al snel echt een tweezitter coupé of ja, roadster. Ja, en misschien ook nog in zekere zin, maar je ziet het niet heel veel. En wat je dan ziet zijn weer de kleinere, compactere autootjes. Als je dan over tweezitters en roadsters hebt. Ja, dat is meestal met tweezitter roadsters dat ja, ze compacter okay, maar zijn. Maar je hebt geen sportauto's. Maar jij beweert dat de Mazda MX-5 geen sportauto is. Is er een Mazda MX-5 diesel? Nee, maar dat is een tweezitter. Ik weet niet, in mijn hoofd is dat dan meer een 911 of een Ferrari 430 qua grootte of zo. Ik weet niet. Dat is dan, maar dat is misschien gewoon mijn verknipte. Porsche Boxster vind je geen sportauto. Die er niet als diesel was hoor. Om jou die vraag even te pareren. Maar die was er wel als benzine. Is dat geen sportauto dan? Ja, vind ik best lastig. Met de 6-cilinder vond ik dat wel echt nog een sportauto. Een 4-cilinder nu niet nieuw. Die nieuwe hoeft hij dus niet. Dus Jasper, bestel hem maar af. ik weet anders ook niet wel. Ik vind dat wat lastig. Omdat het dan precies de definitie is. Wel mooi, dus je bent toch je een beetje uitgekomen bij grote auto's. 4-cilinder. 4-cilinder, 8-cilinder staat dan wel weer. Ja. En dat vind je dus allemaal geen sportauto's? Nee, dat is ook niet zo. Nee, ik kan het ook niet zo goed uitleggen. Maar ik vind het gewoon best ingewikkeld. Want ik weet, ik heb een vermoeden waar jij mee gaat komen. Gezien jouw voorliefde voor een bepaalde auto. En dat vind ik dan bijvoorbeeld niet heel erg een sportauto. Sportieve auto, maar of het nou echt een stempel sportauto verdient, ja, dat weet ik niet. Zullen we optie 1 erin gooien? Ja, zal ik mij niet optie 1 nemen waar we op hinten en waar we ook al een beetje over... Audi TT is er als TDI geweest. TDI, volgens mij optioneel met Quattro. Dat weet ik, het zou ook wel een voorbeeld zijn geweest. Maar dat...
Het probleem daarmee is inderdaad dat je denkt, ja, wel een aardige combi. Het zal best lekker rijden en het is een gave auto. Maar het is eigenlijk gewoon een Golf die verbouwd is tot TT. En als je kijkt naar de aandrijflijn, is het gewoon 170 pk diesel. Dat je denkt, ja. Is dat nou de auto die je uit de schuur pakt voor het weekendje Ardennen? Of had je met een sportauto zo doen? Dat is dan een beetje, Nee. Nee, dit is de auto waar je gewoon dan dagelijks in rijdt. Ja. Het zal wel een fijne daily zijn, denk je? De Audi TT. Dat je wel, als je veel kilometers maakt. En, DSG, Quattro. Ja. Ik zou liever handbak willen, maar ja. Goed, is vele kilometers. Quattro dan weer wel op een TT. Maar het is... het mist net wel dit randje. Maar het is wel een interessante auto. Veel aanbod in die... Ja, één. Had ik er al gevonden. Nee, er zijn er wel meer. Ja, ik heb ze ook voorbij gekomen. Maar vooral ook voor minder geld zie je ze nog wel voorbij komen. Ja, want natuurlijk met die 17.500 euro. Wat, ja, er zijn wat meer beleefdheid. Kijk, van de huidige generatie TT is ook een TDI. 184 pk. Ja. Vorige generatie ook, toch? Ja, die vorige ook. Ja. Dus, generatie 1 niet. Nee. Generatie 1 niet? Nee. Okay. 2 en 3 wel. Ja. Ja, zijn nu de derde. Maar wat wel weer jammer is, dan verwacht je zeg maar... het crème de la crème uit het Audi-concern, zeg maar, onder de motorkap als TDI. Want ja, hey, Audi TDI, dat noemen we. Nou, de V6 TDI, waarschijnlijk was dat een beetje krapjes. Maar de eerste generatie TT is wel met V6 geleverd. Je zou, hè, het zou kunnen passen, maar oké, dan houden we het bij de viercilinder. Dan denk ik, joh, je hebt een mooie B-TDI 240 pk, maar die zit niet in de TT, hoor. Ah. En die vind je tweedehands ook niet terug. En zeker niet voor 27.500 euro. Nee, dus het is wel aardig, maar ik mis wel een beetje de... Ja. Punch. Ja. Ja. Qua looks, zeg maar aan je oma, kan je wel zeggen, kijk, ik heb een nieuwe sportauto, een TT. Oh, gaaf. Toch? Ja. Ik had, zeg maar, toch gaan zoeken natuurlijk, en ik kwam een maatje groter uit bij de A5. Een 3 liter TT, als we het dan over V6 hadden. Dat is gewoon ik dan wel gewoon... Het is gewoon een tweedeurs A4. Ja, we kunnen wel alles kapot redeneren op deze manier. Ja, en het zijn diesels, die moeten gelijk. Dood. Ja, ja. Nee, ergens heb je gelijk, maar ja, met de zoekcriteria die we hadden en het budget wat we hadden, kwam ik niet op heel veel sportievers uit. Ik heb wel en als ik je iets... dubbele budget zou geven, dan zou je dan wel op iets heel gaaf uitkomen? Dat denk ik ook heel ingewikkeld. Ja. Ik vraag me op... ja, dan kom je misschien... Ik heb een vraag gesteld waar geen antwoord op is. Een hele dikke 4-serie diesel? 435D X-drive. Is dat het allerdikste? Ja, geen X-drive. Ja, dat is altijd X-drive. Ja. Of een 430D. Hmm. Handbak, ik weet niet of dat nog geleverd is ooit. Hmm. Maar het is gewoon... Dat is ook lastig. Dus dit wordt echt de slechtste video die we hebben gemaakt in deze serie. We gaan hem wel afmaken. Ja, we gaan hem afmaken. Ja, dus. Maar goed, A5, zijn we al heel lang bezig? Om toch nog een kleine lans te breken voor die A5. Dat blok is wel fantastisch. Een 3 liter TDI is echt gewoon een heel fijn blok. Wel zwaar in de neus. Dus qua sturen moet je hem een beetje rechteruit. En als je sport uitlaat en een beetje tunings en zo. En dan klinkt het echt zo Nissan GTR-achtig. Beelden kunnen wel erg van YouTube, even een klein stukje. Ja, dat is echt fantastisch. Je denkt, wow, dit is dat een diesel? Tot hij, zeg maar, niet tot 7000 toeren gaat, dat je denkt, oh ja, toch wel. Dat is wel gaaf. En ik vind het echt een hele mooie auto om te zien. Ja. Ik vind dat wel, als je daarmee, zeg maar, als je dit doet om je buren een beetje jaloers te maken, je rijdt dan wel gewoon echt een hele fraaie auto de straat in. Dat is mijn bescheidenheid. Maar... Ja, dat denk ik ook niet eens. Maar het is geen sportauto. Nee, het is ook weer een sportieve. Sportieve auto. Sportieve met S-line. Dubbel S-line. Ja. Interieur en exterieur, ja. Ja, sportief. Er staat er ook eentje met RS5 voorbumper, weet je nog van een van de Laten we dat maar niet. Interessant is dat we vervolgens bij de volgende optie zijn we allebei eigenlijk ook een beetje bij hetzelfde bijna teruggekomen. Ja. Welke is afgevallen in de vergelijking is de SLK 250 CDI. Ja. Cabrio, lekker diesel, lekker je dieselwalmen naar binnen laten waaien in de file. In je klapdakgebakje. In je klapdakgebakje. Ja. 204 pk, 8 wiel aangedreven, roadster, compact.
Oh ja, natuurlijk te klein, hè, voor jou. Dat is jammer. Ja, ik heb maar, ja, maar dus goed, nogmaals, dat kan dus mijn makker zijn. Dan, hè? Dan ja. Liever de E250 CDI cabrio, die is er ook. Ja, dat is echt een beetje. Of een E350 CDI cabrio, dat is een E350 CDI coupé. Ja, maar die hebben het allemaal niet gered, hè? Nee. Ik kwam met een beetje sportauto-uitstraling, mooie 6-in-lijn diesel. Nou, dan weten jullie al welke het over hebben natuurlijk. Het is niet de Mercedes W124, want die was er ook met een 6-in-lijn diesel. Achterwiel wat ik al over gehad. Mooie lijnen. En je zit op het randje van het budget of je nog zeg maar de meest recente versie kan kopen of dat je die ervoor moet halen. Ja. En dan hebben we het over de 6-serie coupé. 6-serie coupé. 640D. Zeg maar, ja, het is later de 8-serie geworden, dus maar dat. Hè, dus eigenlijk nog relatief recent. Dus, ja, het is voor dit budget eigenlijk te krap. Eigenlijk wel. Dan zit je wel echt te schrapen aan de buitenkant van de markt. De onderkant van de markt. Onderkant van de markt. Ja, dus misschien moet je dan voor de oude generatie gaan. Wat ik dan, als ik heel eerlijk ben, vind ik die wel iets minder goed oud geworden dan de A5. Qua looks. Hij is ook een stuk ouder. Wanneer is de A5 op de markt gekomen? De OG? Dat kunnen we wel redelijk. Dat is een jaar of 9 geleden, denk ik. Wiki. Hoppa. Ik zet in op 2009 of 2010. Oh, 2007 zelfs al. Ja. Ja. En de BMW 6-serie, sorry. Dat is 61, wat is dat? 62? Wiki. Ik weet het nooit, al die getallen. E63, zoiets. E63. Ja. Dat is een Mercedes, toch? Ja. Ik ga er even klikken. Hier staat het. First generation, 1976. 2003. Het scheelt 4 jaar. Ja. Tot 2010. Ja. Dus eigenlijk, zeg maar, toen de A5 op de markt kwam, ging deze eraf. Nou, dat is een beetje overdreven. Een beetje. Ja, of nou, het scheelt, toen het A5 zijn eerste facelift kreeg, dan, ja, ongeveer. Dus ja. Het scheelt wel. Ja, ik moet wel, ja. Maar wel, ik vind het wel een gaaf auto. Ja. Of is die even oud? Het is te oud en nog niet klassiek. Ik vind hem heel erg afhankelijk van hoe die uitgevoerd is. En echt heel, heel erg afhankelijk van hoe die uitgevoerd is. M6 velgen en. Ja, maar dat is natuurlijk wel degene die iedereen kent. Omdat die nog, hè, zeg maar, door elke stad rijden 2 of 3 van die dingen. Met, nou, de mensen achter het stuur. Die dat mooi vinden. Die je net niet direct in je directe vriendenkring hebt zitten, zeg maar. En, speak for yourself. Fair enough. Ja. Nee, maar dat is wel. Laat ik zo zeggen, als hij netjes en stijlvol is uitgevoerd, vind ik het een gave auto om te zien. Alleen dat zie je niet meer zo vaak. Maar goed, dat betekent dus ook wel, op het moment dat je die dus wel koopt en hebt, dat je dan ook wel, wat mij betreft, gewoon goed voor de dag komt. Vind ik het wel echt een shit. Bij de ene helft van de mensen en de andere helft van de mensen zeggen, waarom heb je nog geen M6-velgen eronder? Ja, is niet mijn ding. Nee. Al het gesport. Oh nee, wacht. Het ging om een sportauto. Sportauto. Al sportieve gedoe is niet sportief. Ja. Dus. Maar wel gaaf ding. Dat moet ik ook nog even doen tussendoor. Komt van de week. Heb jij er een? Ik had er een van Bastiaan Fidder. Die vond ik wel. Meer mensen die daarover vallen bij onze video's. Dat we dan. Hij zegt: Autoblog maakt een video over een beginnersauto van 1,5k. En hij maakt die video. Of ze maken die video in een McLaren dealer met auto's van 500 tot 600k. Dat klopt. Maar je moet wat de dromen houden, Bastiaan. Ja, het is zo duur. Het is je beginnersauto. Dat is niet waar je uiteindelijk wil eindigen. Nee. Kijk, en nu staan we tussen de auto's van 1500 euro. Oude Kever, oude Porsches. Ja. Dat leeft dan niks meer op. Sommigen hebben roest zelfs. Ik bedoel, nou, dat krijg gewoon niks. Dus ja, we wisselen het wel af. Ja. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Maar verder had je wel gelijk. Ja. Maar blijf dromen. En wat had jij voor comment, Wouter? Wat had je voor leuks? Ik krijg een beetje jeuk aan mijn piep van deze twee lamppiepen. Van ik dacht, is dit een compliment dat hij denkt van joh, krijg. Wat zit er onder de piep? Er moet iets. Wat zit er onder allebei de pieps hetzelfde woord? Want onder lamppiepen, dan heb ik een idee wat erachter staat. Als hij jeuk aan zijn. Het is een alliteratie. Het is eigenlijk, zeg maar, het begint met allebei met een L. Dan weet je het, hè? Ja. Er zit zelfs 4 L'en in lamppiepen. Zo.
Wow, vijf. Als je lam meetelt als één woord. Nee, vier. Vier, ja. Dat is moeilijk tellen. Dat is één. En dan in dat andere woord zitten er ook drie keer. Ja, maar dan krijgt dus iemand jeuk aan spiep van ons. Ja. En of we dan even moeten jeuken met onze lamppiepen. Of dat, dat... Dus het is of een compliment. Van, goh, deze twee mannen, daar zou ik graag... Misschien, wie was het? Jelte? Ja. Jelte 25. Jelte 25. Jelte, kan je misschien in de even toelichten, of dit, was dit een compliment? Ja. Waar wij dan zeggen, nee, dank je. We hebben daar niets tegen, maar not for me. Of vind je ons niet zo leuk? Dan zou ik een andere scheldvorm gaan kiezen. Want deze kan je ook op een verkeerde manier uitleggen. Ik had ook nog een BMW-achtige om in de mix te gooien. De Alpina D3. En dan, daar ben ik er ook zeker één van tegengekomen tijdens mijn zoekopdracht. Eerlijk is eerlijk. Maar ik denk dat je in Duitsland wel meer gaat zien. Ik heb alleen op Nederlandse occasion-sites gekeken. Maar dat is op basis van de E92. Drie-serie. Ja, drie-serie. Ja. Dus 215 pk, 213 pk, zoiets. Ook niet superveel. Maar wel echt iets aparts om, te laten, om mee voor te komen rijden ook. Wat ik niet begrijp aan die auto... Ze hadden de BMW 318D. Je had 140 en later 150 pk. We hadden de 320D. Je had 163 pk en later meer, volgens mij 177. En als je dan kijkt naar een 320D en je maakt een Alpina van... dan kom je tot iets met 213 pk. Dat snap ik nog. Ja. Alleen in de BMW-prijslijst stond ook gewoon een 325D... een 330D en een 335D. Ja. En 335D was 286 pk, volgens mij, in die variant. Ja. Ja, het goede, misschien was er na de facelift meer. Maar dan heb je dus een Alpina, een super bijzondere wagen. Alleen je wordt wel... Ja. Het ziet er vooral speciaal uit, eerlijk gezegd. Met Alpina-velgen en Alpina-striping. Ja, wat ik altijd heel tof vind. Maar, ja. Maar aan de andere kant is ook wel, mensen die niet weten wat het is, die denken gewoon... Oh, de BMW. Gaaf stickers. Ja, gaaf van stickers. Ja. Ja. Oh, wel een diesel. Oh, ja. Jammer. Ja. Ja. Nee, dat is waar. Maar ja, toch. Ik vond het wel een tof ding. En ik gooide hem er toch in. Want ja, ik wist het toch niet zo goed. Ik vond het echt... En misschien wel de lastigste die we tot nu toe hebben gedaan. Ja, dat klopt. Ik dacht ook, er moet toch meer zijn als je redelijk wat kilometers maakt... en gewoon wel iets gaafs wil rijden. Dan, ja, er moet toch meer zijn, maar dat is er niet. Maar we hadden wel, als je gewoon bij Audi met TT, maar ook Mercedes met de SLK... en BMW met die 6-serie en ook als cabrio, gewoon, er waren gewoon de dieselvarianten. En in Duitsland, als je een beetje zoekt op dat soort auto's... zie je ze ook nog best wel vaak als diesel... staan ze tweedehands te koop. Dus ik dacht, ergens had ik in mijn hoofd denk, ja, daar hebben ze wel een soort van op ingezet. Maar het heeft toch niet helemaal... Het heeft wel verkocht, maar het heeft ook niet helemaal lekker uitgepakt. En doet mij ook oprecht denken van... als ik nu zoiets zou gaan kopen... kan ik niet beter dan voor 5000 euro minder... een benzinevariant kopen, waar ruime aanbod in is. Dus waarschijnlijk kan je ze ook makkelijker vinden. En dan die 5000 euro aan brandstofgeld gebruiken gedurende een jaar. En waarschijnlijk heb je nog hogere restwaarde ook, want die diesels... Ja, dat wel, ja. Maar is die goedkoper? Ik denk dat ze niet goedkoper zijn, de benzinevarianten. Nou, meer aanbod in ieder geval. Meer aanbod wel. Ja. En ze zijn qua wegenbelasting beter. En ze klinken wat sportiever, over het algemeen. Ja. Dus. Dus. Dat is een lastige dit, hè? Misschien kunnen de mensen ons in de comments vertellen wat we moeten doen. Er is maar één auto die sportief is en die daadwerkelijk zuinig, weet ik niet, maar lage verbruikskosten heeft. Tesla Roadster. Maar die reed je niet voor 27.500 euro? Nee, ook niet voor het dubbele en ook niet voor het driedubbele en volgens mij ook niet voor het vierdubbele inmiddels. En de vraag is, als je te veel kilometer mee gaat rijden, of dat goed komt qua onderhoud en levensduur en weet ik veel wat. Ja, dat is een lastige. Het is natuurlijk een hele vroege elektrische auto, dus qua accu's en zo. Ik heb ook nog heel veel elektrisch aangevinkt, maar dat deed ook niet veel in de zoekresultaten. Als in niks. Nee. Dus we hebben naar iets gezocht en we hebben het eigenlijk niet gevonden. Maar als we nu moeten kiezen uit deze lijst, welke wordt het? Ik ga voor die Alpina, omdat ik hem lekker speciaal vind. Nee, kom ik op terug. Ik ga voor de A5. Omdat ik het een schitterende auto vind en ik wil er nog steeds ooit een keer eentje hebben. En dat heb ik niet met de Alpina. Dat is niet zo'n auto, die moet ik gehad hebben. Er zijn andere Alpina's die ik toffer vind. Het is leuk als iemand anders erin heeft en dat je denkt, oh gaaf, bijzonder. Oh, een rondje dat is zo'n getune viercilinder. Ja. Maar er zijn er andere Alpina's die veel hoger op mijn verlanglijstje zouden komen staan. En die Audi A5 is gewoon een auto die ik überhaupt nog, die wil ik ooit nog een keertje gewoon een keer hebben. Vind ik een hele mooie auto.
Dus dan vlieg ik hem bij deze af. Bij Jetcars kijken of we nog een leuke hebben. Voor weinig. Ja, wel voor iets minder dan 27.500 euro. Ik doe met je mee. Ja? Ja, omdat ik mis een TT met wat meer power. Weet je, als er zo'n TT zou zijn met zo'n BTD, zou ik denken... Ja, eigenlijk wel heel gaaf om gewoon afstanden mee te rijden. Ik denk dat het misschien ook wel geweest is omdat hij dan heel zwaar in de neus zou worden. Zou kunnen. Ja, aan de andere kant zeggen we... Ja, is dat veel zwaarder dan een normale diesel? Je kunt natuurlijk wel weer... Het zijn natuurlijk al die tuningsprojectjes en zo. En mensen die... Ja, dat kan wel, maar dat valt dan weer buiten de scope van deze video. Alhoewel, joh, ik verzin het zelf. Dus we hadden het ook gewoon wel erin kunnen doen. Dus, allebei een A5 3 liter TDI. Wat voor kleur moet die voor jou worden? Ik kan blauwe. Het is een beetje dat hard metaal blauw. Ik wil heel veel gamere kleuren. Je ziet zoveel in wit en zwart. Dat vind ik het wel. Toch heel lekker. Moet het maar zijn.